Kijken hoe snel het gaat zometeen. Ik laat jullie het gewoon zien. Nou, nu is het dus een kwartier tot 30 minuten wachten. Kijk, de thee die komt echt gewoon duidelijk al naar voren. Ja, deze is dus van mij. Nou, dit is dus positief. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 22 juni 2021. En vandaag gaan we sowieso naar Rijswijk voor een PCR-test. Maar ik wil hem sowieso nog even zelf even doen om te kijken. Want ik heb gisteren al gedaan. Maar ik ga er nu nog gewoon eentje doen. Even zo'n zelftest. Want ik voel me wel beroerd. Maar even kijken of het snel is dat T-streepje of niet. Dus dat wil ik even gewoon een beetje soort van uitvinden. Dus ja, ik zou zeggen heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, nou wat ik dus al net zei in de intro. Ik ga gewoon weer even een zelftest doen. Ik heb mijn handen gewassen. Ik heb mijn neus gesnoten. Dus mocht je dit niet willen zien, ik zou zeggen skip dan even door. Heb je het nog zelf niet gedaan? Nou, dan laat ik het nu zien. Je hebt altijd een bijsluiter in het Nederlands. Hoort moet. Ik geloof dat ding wel, maar ja. Dus, dit is de beschrijving. Je hebt hier altijd een staafje. Je hebt hier een buisje met vloeistof erin. Ja. En je hebt hier zo'n, die kriebel aan mijn neus. Maar oké. Ja, en waar de vloeistof in moet. En je hebt een doosje. Nou, dit doosje gaan we even open voor houden. Die naar binnen, die naar binnen. Die. En dan gaan we hem dicht maken. Die ook weer invouwen. Ik snap ook eigenlijk niet eens waarom ik dit doe. Maken. Doosje. Daar gaat deze in. Kan het staan. We gaan deze openmaken. Deze kan in het doosje. Dit is een soort van cassette. Deze. Oh. Kijk. Deze dus. Nou, die leggen we hier. En dan gaan we deze doen. En omdat ik dus nu alleen ben, doe ik deze even alvast open. Niet helemaal open, maar dat die dus nog wel gewoon erop zit. En dan gaan we deze pakken. Nou, doen we dus zo. Open. Oké. Gaan we dus nu deze in mijn neus duwen. Gaan we hoofd naar achteren. En dan was het 5 keer hier en 5 keer daar. Ja. Oké, nou dan gaan we. Zo, daar moet ik dus altijd verniezen. En dan gaan we dus deze weer in die neus doen. Au. Nou, deze doen we dus nu in deze. En om 30 seconden roeren. Gewoon zo.
30 seconden. Ik heb nog geen horloge bij mijn handen. Ja, 30 seconden. Nou. Fijn, 30 seconden. Ja, oké, prima. Gaan we dat gewoon doen. Nou, dan heb ik denk dat ik het nu wel gehad. Dan gaan we er nu in knijpen. En dan 5 keer rond. 1. 2. 3. 4. 5. En dan gaan we met dat, terwijl ik hem inknijp, hem eruit halen. Nou, en dan gaat deze gewoon weer terug erin. Gaan we dat dopje erin doen. Erop doen. Nou, en dan is het eigenlijk een beetje heen en weer schudden. En niet op en neer, maar gewoon echt dit. Nou, dan volgens mij willen jullie ook wel eens zien van hoe ik hem erin doe. Dus dat zal ik ook zo meteen even laten zien. Dus dat komt wel goed. Zo. Nog even zo. En dan ga ik de camera even draaien voor jullie. Zo. Nou, dus dan hebben we hier het mooie buisje. Dan gaan we deze witte dop er vanaf halen. En dan moet je wel even iets meer kracht voor hebben. Wat logisch is. En dan gaan we in de S-vakje 4 druppels doen. 1, 2, 3, 4. Nou, en dan laten we hem eventjes denken. Even kijken hoe snel het gaat zometeen. Ik laat jullie het gewoon zien. Nou, nu is het dus een kwartier tot 30 minuten wachten. Kijk, de thee die komt echt gewoon duidelijk al naar voren. Gewoon direct al. Kijk. Vannacht weten we meer. Maar deze is gewoon zo overduidelijk. En dat staat ook dus op het doosje. Kijk, en de C die komt ook gelijk al. Dus ja, weet je. Maar deze komt nu zo direct gelijk. Kijk, het staat ook hier. Nou, als dit niet positief is, dan weet ik het ook niet. En positief is dus niet goed. Dus ja. Ja, dat is mijn streepje. Ja. En dit had ik dus gisteren ook. Dus we gaan het meemaken vandaag. Nou, dit is overduidelijk. En dan hoef ik echt geen 15 tot 30 minuten te gaan wachten. Echt niet. Nou, dit is dus het beschrijving. Nou, dit is het. Dus ja, meer kan ik er ook niet van maken. Ja, nou, ik heb dus vandaag een afspraak bij de GGD, wat ook, hè, wat ik gisteren ook aan jullie zei en wat ik nu vandaag aan jullie zelf heb laten zien, dat ik dus positief ben. Vandaag om 12:51 moet ik en bij de GGD wezen en Rodi moet om 13:40 wezen, maar we gaan gewoon allebei tegelijk. Gewoon allebei in de auto, want Rodi had gisteren een heel licht streepje. Dus we gaan dat meemaken. En nou ja,
Ik mag het daar waarschijnlijk niet filmen. Maar ik laat dat jullie wel weten. Het hoort er nu eenmaal bij. En wat ik al gisteren zei. Nee, dat heeft echt niks mee te maken of ik nou wel of geen mondkapje heb gedragen. Er zal me net iemand wezen die in mijn buurt is geweest. Of wat dan ook, die drager is geweest. Ja, en ja, dan vang ik het op. Geen idee, ik weet het allemaal niet. Maar ja, het is helemaal zo. Jammer dan. Maar we gaan er gewoon wel weer gezellig voor. En meer dan dat kan ik niet doen. Ja, ik moet even ook even rekening houden met Ro. Maar dat doe ik ook netjes nu. Maar nou, de test is achter de rug. Vannacht krijgen we dus de uitslag. Maar ook een compliment naar Ro en een shout-out naar Ro. Naar mijn lief mannetje. Dankjewel. Want het ging nu een stuk sneller. Ja, dan de vorige keer. Maar daar praten we zo meteen jullie even wat meer bij. Want dan kan Ro ook zijn verhaal al zeggen. Dus ja, we zitten dus nu in de auto. We gaan nu weer richting huis. Lekker. Dus, hè? Een beetje lucht is, gaat het raam open. Ja, precies. Dus, we zien jullie zo meteen thuis. Ja, zoals jullie dus zien, zit ik weer in de slaapkamer. Het is nu rond een uurtje of 2:30 of zo. En ik voel me gewoon niet helemaal lekker. Dus ik ga even weer eventjes een tukkie doen. Misschien wel, ik weet het niet. En dan vertelt Ro vanavond wel van hoe hij het heeft ervaren en ik ook. Dus we gaan het meemaken. Dus jullie zien mij straks weer. Ja, mensen. Ja. Ik ga zo meteen mijn scherm even draaien. Ik wil ook met jullie even het een en het ander laten zien. Want deze dame, ik weet niet hoe ik eraan kom, maar ik ben positief. Roderick is negatief. Heel raar. Roderick is hier nog wel. En Roderick die neemt ook vandaag de twee zusjes mee. En ook waarschijnlijk Lady, dat weet ik nog niet. Want eigenlijk mag ik niet buiten komen. Maar ja, ik heb ook mijn honden. Maar ja, dat gaan we nog even bespreken. Maar ik denk zomaar dat hij alle drie de honden meeneemt. Maar dat moeten we even bekijken. Maar ja, ik ga het wel even aan jullie laten zien. En dan gaan we het maar bekijken. 5 dagen lang. Dan mag ik zaterdag dus waarschijnlijk gewoon naar buiten. Of mits dat ik geen klachten meer heb. Dan is het 24 uur. Dus als ik geen klachten meer heb. Na 24 uur mag ik dan gewoon weer naar buiten. Dus ja, ik ga eventjes het met jullie delen. Ja, deze is dus van mij. Nou, dit is dus positief. En van Roos is gelukkig negatief. En ik ben dus nu even alle linkjes aan het openen van die blauwe. Deze heb ik al gedaan en die heb ik ook naar mijn moeder doorgestuurd. Zodat ik even alles netjes kan doorlezen. Dus ja, dus we gaan het meemaken. Hoe en wat en hoe het allemaal moet. Dus ik kan niet weten. Maar ja, wat ik al zei, ik ben positief en Roos negatief. Dus ik heb corona. Ja, dus dat wat binnen zitten. En waarschijnlijk lekker heel veel gaan knutselen. En video's voor jullie opnemen. Dus we gaan het meemaken. Dus ja. En ook vlogs en het. Ook dat, ja. Dus komt helemaal goed. Hoop ik. Ja, nou mensen. Ja. Moet dus nou 5 dagen binnen blijven. Zaterdag mag ik hopelijk naar buiten. Denk het wel. Want zo op dit moment heb ik nu nog weinig klachten. Waar ik echt last van heb. Dat is moeheid. Dat is 1. Pijn in mijn keel. En ook met hoesten doet het veel pijn. En dan heb ik heel veel slijm. En nou ja. Vol zijn hier. En ja. Nou, gewoon eigenlijk een soort van verkoudheidsgriepje. En waar ik ook last van heb, dat merkte ik gisteren ook al, maar net helemaal. Jullie weten dat ik dus op de grote bank in principe een kleed heb liggen, omdat die gewoon kapot is. Nou, ik hoef maar een kleed eraf te halen en een kleed opnieuw op te doen en ik ben gewoon helemaal back af en ik ben moe en dan is mijn ademhaling, dan moet ik echt weer gaan zitten. En, dus ik ga even kijken of ik ook
na die 5 dagen ook gewoon even op, voorlopig huishoudelijk hulp kan aanvragen. Want anders ga ik dat niet trekken. Dus gaat lekker zo, nat. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb alweer een vlogje op YouTube. Ik doe gewoon even elke dag een vlogje editen. Dus, de vlog die ik nu heb geëdit, die is er online. En ik moet even iemand feliciteren trouwens. Mama, gefeliciteerd met de verjaardag. Dankjewel, lieve schat. Hartstikke bedankt, lieve. Ik had mama dus ook aan de lijn. En mama is dus jarig. Het is vandaag de 23ste. Dus, deze vlog die komt sowieso later online. Maar wil je mama nog even feliciteren, doe dat dan eventjes onder mijn vlog. Maar je kan ook mama zelf vinden bij het i'tje. Dan kun je ook mama zelf feliciteren op haar kanaal. Zeker. Dus ja. Dat bedoel ik. Dus, maar ik ga deze vlog gelijk gezellig met jullie afsluiten. Lieve kijkers, lieve mensen, lieve ouders. Ja, ga zo maar even door. Ik kan het hele riedeltje wel opnoemen. Maar bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer, doe het belletje aan. Dan blijf je zeker op de hoogte met de vlogs die ik elke dag online plaats, hoop ik. Mocht het niet minder worden met mij, ik probeer het. En zo niet, dan helaas. En anders dan vraag ik mama of zij... wil editen, maar dan krijgt ze helemaal druk. Maar dat heeft ze heel graag voor me over. Maar gewoon bedankt voor het kijken. En ik zie jullie gewoon graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Alles wat voor me gedaan. Dat doet Ro, want hij mag ook niet werken. Dus ja, we zitten allebei thuis. Alleen Ro, die mag wel. Ja, dus Roderick die gaat voor mij dus naar de dierenvoedselbank. En donderdag naar de normale voedselbank. Dus ja. En dan zet hij dat dus voor de deur neer. Dus, en hij doet de hondjes. Dus ja, gaat lekker. Maar alsnog, ik dwaal weer lekker af. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. En vergeet niet te abonneren en doe het belletje aan en duimpje omhoog. Doei doei!